Welkom bij ForYou.nl met de maandhoroscopen van My Astro Life. Hallo stier, deze maand hebben wij het volgende voor jou in petto. Stieren zijn nogal eens aan het lijnen, omdat ze dat soms nodig vinden. Echt slank past niet bij je. Jij bent degene met de mooiste ronde vormen. En mannelijke stieren zijn de bekende knuffelberen. Niets mis mee. Wil je er toch een paar pondjes aflijnen, dan is februari een geschikte maand. Je hebt een goede zelfdiscipline en kunt met heel weinig toe. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je de goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Maar dat wist je al. De soberheid die hierboven al genoemd is, laat zich ook zien in de trends voor de stieren deze maand. Je hebt niet zoveel noten op je zang. Je gaat je beperken tot dat wat je echt nodig hebt en komt tot de ontdekking dat dit minder is dan je nu hebt. Materie ga je ervaren als ballast. Zeker als je gaat verhuizen, is dat een prima aanleiding om je te ontdoen van allerlei spullen die alleen maar ruimte innemen. Je gaat voor trouw. Je stelt je op als een betrouwbare, loyale partner en wilt hetzelfde van de ander. Je kunt niets met luchtkastelen of loze woorden waarvan je weet dat het toch nooit waarheid wordt. Sneeuwwitje bestaat niet echt, laat staan die prins op het witte paard. Je bent redelijk in wat je vraagt, want jouw leven is geen speeltuin. Singlestieren gebruiken hun onweerstaanbare, erotische uitstraling niet meer om eercatch aan de haak te slaan. Je zit in een periode die uiterst stabiel is. Je geeft niet al te veel geld uit, maar er komt wel genoeg binnen. Voor de ondernemers geldt dat ze gaan investeren in eergoede handel. Iets duurzaams als bijvoorbeeld huizen of energie. Nieuwe technologische snufjes zijn minder aantrekkelijk voor je. Je leert veel van je ouders of andere oudere mensen. Hoe zij het financieel aan hebben gepakt is voor jou een leidraad in deze tijd. Je boert goed, so to speak. Ik hoop dat ik je deze maand genoeg heb kunnen meegeven. Graag zie ik je volgende maand terug voor de horoscoop van maart. Tot ziens bij ForYou.nl.